Nou, uiteindelijk de kwaliteiten van het materiaal zijn onder andere flexibiliteit. Dus je maakt het wel in vorm, maar het behoudt wel, het blijft flexibel. En het zachtheid, dus wat je in een auto dan bijvoorbeeld ook op de mat hebt. Het materiaal, dat is lekker zacht. En ik vond het, mij leek het wel interessant om dit in een schoen toe te passen. Dus ik ben nu aan het kijken van hoe kunnen we eigenlijk vanuit dat tapijt gewoon in één keer een schoen vormen. In de fabriek, op de manier hoe normaal ook in één keer de kuip voor de bodem van een auto wordt gevormd.